middag, avond. Ik weet niet hoe laat het bij jullie is. Oh my god, jongens. Ik heb afgelopen dagen wel gevlogd. Maar gisteren wilde ik mijn vlog editen en toen keek ik. De beelden waren niet zo compleet dat ik echt een hele leuke vlog van kon maken. Dus ik ga even voor jullie alles op een rijtje zetten wat er is gebeurd afgelopen 9 dagen in mijn leven. Want de laatste vlog die jullie hebben gezien is mijn birthday vlog. En ik kwam terug uit Parijs. Eigenlijk heb ik heel veel uitjes gehad met familie, verjaardagfeestjes gehad. Ik ben gisteren op 2 verjaardagsfeestjes geweest. Ik ben een paar dagen geleden heel ziek geworden. Ik heb buikgriep gehad. Daarna werd Moes ziek. En sinds gisteravond is Zane ziek. En gisteren hebben wij onze website gelanceerd. Afgelopen week, dus vorige week. Vandaag is bij de weer maandag, 11 oktober. Vorige week... Auw! Sorry hoor. Ik weet niet wat ik deed. Het leek alsof ik gewoon mijn vinger eraf ging of zo. Maar sinds vorige week zijn we eigenlijk keihard bezig geweest op de zaak. Elke dag heb ik op de zaak gewerkt. Ik heb gewoon echt volgens mij 7 dagen achter elkaar op de zaak gewerkt. Met de voorbereidingen voor... Takeover bij Sophia. By me. We gaan de vracht controleren, jongens. De lancering en de PR-pakketjes waren ook al de deur uitgegaan. Ik ga jullie nu wat beelden laten zien die ik heb opgenomen terwijl ik een verhaal aan het vertellen ben. Hier zien jullie dus dat vorige week onze vracht binnenkwam. 6 weken te laat. Zoals jullie zien zijn Sophia en ik op de zaak om de vracht aan te nemen. En wij helemaal blij gelijk controleren of alles heel is. En altijd als je zo'n vracht binnenkrijgt, dan zitten er altijd wel wat producten tussen die gewoon beschadigd zijn qua verpakking en zo. Die we gewoon, ja, meestal geef ik dat soort dingen door aan mijn nichtjes of vriendinnen of wat dan ook. Ik ga niet beschadigde producten verkopen natuurlijk, maar dat is dat, daar zit een logica in. En Sophia en ik helemaal blij. 4 of 5 weken lang in Birmingham in Engeland gestaan bij Eindhoven. En ze gaven de schuld aan corona. Maar het maakt niet uit. Geduld dat loont. En ik ben super blij dat mensen die pre-orders hadden geplaatst ook gewoon echt geduldig hebben gewacht. Dus dank jullie wel allemaal nogmaals. Wij zijn met het hele team bezig geweest met de PR-pakketten. Zoals jullie zien, zien jullie hier dozen van de PR-pakketten. Waar wij dus ook heel veel tijd aan hebben besteed om die te maken. Die zijn ook al allemaal de deur uit. En dat is dat dus eigenlijk. En gisteren is mijn website live gegaan. Super, super, super trots op mijn team. Dus ik wil iedereen die tot nu toe mij heeft geholpen afgelopen periode met Mieke Amsterdam bedanken. Abdul, Sophia, Nikita, Suzanne, Dilara, Sultan, Betul, mezelf, Hava. Echt iedereen bedanken die mij echt enorm heeft geholpen. Want zonder hun had ik het ook allemaal niet gehaald natuurlijk. Om dit allemaal zo voor elkaar te krijgen. Gisteren is ook ons eerste commercial video online gegaan. Wij zijn afgelopen weekend ook naar Toverland geweest. Moes en ik kenden het niet. We hadden kaartjes gekregen van onze vrienden. Super lief van hun. We zijn hun ook heel erg dankbaar dat we door hun daarheen zijn gegaan. Want wij zouden nooit echt zo heel snel voor Toverland kiezen. Ook omdat het veel te ver is vanuit... waar wij wonen, zeg maar. Maar het was zo een leuke pretpark. Dus zeker een aanrader. En deze week heb ik mijn 2e coronavaccinatie. Als je gaat kijken naar de reacties onder mijn vlog waarin ik vertel dat ik gevaccineerd ben. Dan krijg je gewoon een depressieaanval. Mensen hebben mij zoveel berichten gestuurd met waarom zeg je gewoon niet dat je ervoor betaald bent. En dit en dat. En zus en zo. Jongens, even serieus. Ik zou never ever in mijn leven geld aannemen voor iets wat een ander kan schaden. En zoals ik al 100 keer heb gezegd, ik zelfs mijn vrienden om me heen zeg ik niet eens, jullie moeten vaccineren. Jullie moeten juist wachten of wat dan ook. Ik heb mezelf laten vaccineren. Niet omdat ik uit eten wil gaan, want dat is wat iedereen denkt. Nee, absoluut niet. Maar ik heb gewoon geen zin om 4, 5 keer per week met zo'n stok in mijn neus te zitten. Dus dan, daardoor ben ik gevaccineerd. En... ben ik bang voor mijn vaccin? Ja, ik ben heel erg bang. Ben ik bang om die 2e vaccinatie te nemen? Ja, ik ben heel erg bang.
Had ik liever gehad dat ik helemaal niet gevaccineerd was? Ja, dat had ik liever gehad. En deze week heb ik mijn tweede vaccinatie. En wish me good luck, want ik ben echt bang. Maar mensen komen met rare theorieën, jongen. Ik ga je ontvolgen. Dit had ik niet van je verwacht. Nou, als jij dat echt een reden vindt om me te ontvolgen, omdat ik mezelf heb laten vaccineren, ja, dan doe je dat lekker. Dat gaat helemaal nergens over. Iedereen moet lekker zelf weten of ze wel of niet een vaccin nemen. Ik ben er nog steeds tegen een vaccinatie. Ik raad ook echt mensen aan die maar één keer per jaar op vakantie gaan, maar of een paar keer per maand of een paar keer per paar maanden naar een uitje gaan of wat dan ook, om helemaal niet te vaccineren. Totdat je echt uiteindelijk moet of zo. Weet ik veel wat de toekomst gaat brengen. Straks hebben we 4-5 vaccinaties. Of om de 6 maanden vaccinaties. Ik vertrouw de hele vaccin ook niet. Maar ja, weet je, iedereen moet zelf weten. Ik heb gewoon geen zin om 3-4 keer per week bij een testlocatie te zitten. Ik haat dat. Ik haat dat zo erg. Ik word sowieso al 2 keer nu, minimaal 2 keer per week getest. En dat vind ik al verschrikkelijk. Dus laat staan als ik nog 3-4 keer moet. Vandaar dat ik zo'n vaccinatie heb genomen. Dus dan weten jullie waarom ik een vaccinatie heb genomen. En vanaf nu wil ik echt wat kortere video's maken. Max 12 minuten. Want dan kan ik jullie meer update geven. Want naast mijn werk is er natuurlijk ook nog heel veel gaande. Gewoon dingen eromheen. En daar wil ik jullie ook best wel veel in meenemen. En hou mij ook op Instagram in de gaten. En daar post ik ook de laatste tijd veel over. Nou jongens, ben de ellende hier. We zijn bezig met het inpakken van pakketjes. Kijk dit dan, niet normaal. Hier zijn we ook bezig. Inpakken, inpakken. Hier hebben we een pakketje. Iemand heeft de handschoen en een protective mat besteld. Die gaat erin. De flyers gaan erin. Toppie. Ik ga jullie even één voor één laten zien hoe onze producten eruit zien. Suzanne, wat ben je aan het inpakken? Nu zeg maar die mat. Ja. Heel goed. Even kijken. Oké, maakt niet uit. Matje. En? En borstel. Haarborstel. En een haarborstel. Oké. Okay. Een haarborstel. Ja. Good morning! Ik ben nu op de zaak en ik ga nu even mijn haar stylen. Want ik heb met knot geslapen, met nat haar. Zoals jullie zien zit mijn haar er niet uit. En dit is het borstel. Maar ik wil jullie straks de borstel helemaal in de verpakking laten zien. Maar kijk hoe leuk dit eruit ziet. Sorry, mijn haar zit hier ook. En dit is dus mijn stijltang. Die laat ik jullie zo meteen ook helemaal zien. Maar ik ga even mijn haar stylen. Oké, jongens. Dit product kennen jullie al natuurlijk. De krultang. En krultang is exact hetzelfde. Het enige wat we hebben aangepast is onze nieuwe Instagram. En logo. We hebben hier Amsterdam erbij toegevoegd. Voor de rest is de krultang precies hetzelfde. Wat je bij de krultang erbij krijgt is of zijn 2 haarclipjes. Voor de mensen die deze krultang hebben of hebben uitgeprobeerd of deze haarclipjes hebben uitgeprobeerd, die weten dat deze haarclipjes echt heel professioneel zijn en heel stevig zijn. Ik kwam laatst nog een meisje in een winkelcentrum tegen met deze haarclipjes in haar haar. Was echt leuk om te zien. En dan hebben we ook nog een handschoen. Deze zit er nu bij. Zoals jullie weten, de eerste keer dat ik de krultang ging lanceren was het hartstikke fout gaan met de handschoen. Toen hebben we ook iedereen gevraagd om de handschoen weg te gooien. Toen hebben we handschoenen nageleverd. Maar we hebben dus nu deze handschoen. Die is wat groter. En er zit ook nog zo'n flyer erin. Dit is dus wat je krijgt bij aanschaf van de krultang. Nou, dit dus. De krultang ook even snel eruit gehaald. Dan hebben we onze nieuwe product, de stijltang. Oh my god, we hebben hier zo hard aan gewerkt, jongens. We hebben het sowieso in de stijl van Mika gehouden natuurlijk. Invest in your hair, it's the crown you never take off. En hier logo, net als bij de krultang.
En aan de zijkant hebben we hier dus de stijltang. En zo ziet het aan de binnenkant eruit. Ik heb hier 3 prachtige modellen naast me staan. Enjoy the little things in life with love, Mika. En dan wat informatie over de stijltang, Instagram, YouTube en de website. En hierin zit dus wel een velvet blister. En bij de krultang hebben we die niet. Nou, hij gaat dus tot 230 graden. En heeft dus uiteinden in de puntvorm. Dat hebben we bewust gedaan of bewust voor gekozen. Zodat je ook gewoon mooi de krullen kunt. Tenminste, als je hiermee gaat krullen, dat je de krullen mooi kunt afwerken. En ook als je haar gaat stylen, is dit gewoon echt super handig. Natuurlijk de logo. En ja, kijk even naar de kleur. Het is weer, zeg maar, echt kleur van Mika. Ook de platen en rosé. Dit is de display. Hier krijg je te zien hoeveel graden. En dan heb je hier een aan- en uitknop. En dan kan je hiermee de graden hoger of lager zetten. En dit heeft ook precies hetzelfde. Na 1 uur schakelt die automatisch uit. Extra lange snoer. Een draaibare snoer. Dus voor professioneel gebruik. En hij gaat tot 230 graden. Dus dat is ook echt heel erg fijn. En wat krijg je hierbij? Ook precies hetzelfde. Ja, sowieso 2 haarclipjes krijg je daarbij. Want iedereen vindt ze zo geweldig. Dus dan hebben we dit ook toegevoegd aan de stijltang. 2 haarclipjes krijg je erbij. En bij de stijltang krijg je dus ook zo'n velvet reistasje mee. Dus je kan je stijltang gewoon hierin doen. Mocht je hem mee op reis willen nemen. Of mocht je hem willen opbergen. Of wat dan. Natuurlijk ook weer een handschoen. Ook een flyer erbij. En zo'n prachtige doos. Dan hebben wij onze Paddle Nylon Brush. Voor alle haartypes. Aan de zijkant weer een foto. En als je hem openmaakt. En daar staat Be You, Do You, For You, With Love, Mika. Unique design, vegan brush, smooth hair. En dan onze website, Instagram en de YouTube kanaal van mij. En dit is dus de haarborstel. En ja, ik heb dus zelf echt altijd problemen met het vinden van een hele goede haarborstel. En sinds dat ik eigenlijk door het leven ga bondvrij, heb ik ook geen haarborstels meer thuis met zwijnenhaar. En dat willen we absoluut niet in onze brand. Want we willen echt gewoon een vegan brand zijn. Dat zijn we ook, daar staan we ook voor. Ja, de kleur was heel moeilijk om hem zo te krijgen. Maar uiteindelijk hebben we toch wel dit gekregen. En als je goed kijkt zit er ook glitter in. Maar dat moet je eigenlijk in real life zien. En eigenlijk alle dames die hem tot nu toe hebben uitgeprobeerd, hebben me alleen maar complimenten gegeven. Je haar wordt hier heel zacht door. En ja, try it out. En we hebben hier de logo gedaan en hier. Dus dat vind ik, daar ben ik ook heel erg blij om. Daarnaast hebben we qua accessoires ook zo'n hittebeschermde matje aan toegevoegd. Dus je kan hier heel mooi je krultang of je stijltang of je föhn of wat dan ook erop zetten. Het is gewoon 100% siliconen, dus het beschermt echt tegen de hitte. En ja, dit is dus op dit moment de family van Mika Amsterdam. Zo voldoende info van mij hebben gekregen. En ik ga in komende vlogs ga ik jullie natuurlijk veel meer over vertellen. En veel meer over laten zien. Let niet op de troep achter mij uit. Ik hoop dat voor alle mensen die een bestelling gaan plaatsen. Dat jullie bestelling snel bij jullie binnenkomt. En dat jullie net zo blij gaan worden als dat ik ben. Ik hou super veel van jullie. Abonneer op mijn YouTube kanaal. Als jullie nog niet zijn geabonneerd. En ik hou van jullie. Bye bye. Tot bij mijn volgende video. Bye.